Meer dan 20 minuten te laat. Ik ga Wouter een ontzettende preek geven. Het lijkt alsof je erop verheugt. Wouter een uitbrander geven is een van de highlights van mijn job. 24 minuten te laat. 24. Ik had me verslapen. Dus jij vindt jouw luiheid belangrijker dan een 250.000 klokhuiskijkers? Timo is ook 24 minuten te laat. Timo komt iedere dag 3 kwartier te laat. Dus hij is eigenlijk 21 minuten te vroeg. Goed zo, jongen. Jij gaat vooruit. Dat is voortrekken. Wow, Wouter, die broek, dat kan echt niet. Heeft je moeder de leesbril niet op als ze de kleren voor je klaarlegt? Dat is het hem juist. Mijn moeder is op wandelvakantie in Duitsland. Daarom had ik me verslapen. Ik moet 2 weken voor mezelf zorgen. Eet je zeker elke avond pizza? Ja, ook wel eens friet kapsalon. 2 weken niemand die je boterhammen voor je smeert? Of je tandenborstel voor je klaarlegt? Bij noodgevallen heb ik altijd menthol mondspray. Wedden dat jij 2 verschillende sokken aan hebt? Hé. Ik vergeet sokken aan te doen. Woutje, wat gebeurt er met je als je moeder ooit niet meer voor je zorgt? Dit ongeveer. Toch is mij naar een dokter, hoor. Ben toch niet ziek? Nou, helemaal gezond ben je ook niet. Als je zo close bent met je moeder, is het sowieso moeilijker om verkering te krijgen. Oh, komt het daardoor? Een vriendin van mij is een hele goede mental coach. Ga eens met haar praten. Nou, qua mental hoeft er niet meer gecoacht te worden, hoor, Bas. Met iemand erover praten, dat wil ik niet. Prima, dan blijf je tot je 60ste naast je moeder op de bank zonder vriendin, maar met een bakje naturel chips soaps kijken. Oké, misschien hebben jullie wel gelijk. Is het wel een goede coach? Het heeft mij ook geholpen om mijn moeder een plekje te geven. Hopelijk kan ze deze week nog. Hoezo? En dus mama weg. Als mijn moeder erachter komt dat ik met anderen over haar praat... Hoor jezelf dan... nou. Tijd om die navelstreng door te knippen. Waarom ga je niet op jezelf wonen? Timo woont ook nog bij zijn moeder. Bij Timo is dat een warm idee. Bij jou voelt dat sneu. Dat is voortrekken. Timo is toch een heel ander iemand wat mij terugbrengt op die enorm schitterende donderspriets die ik voor jou in gedachten had. Ja, waarom is het niet erg als Timo te laat is? Jij bent een ochtendmens, Timo is een avondmens. Je moet nooit tegen je natuur ingaan. Nou, ik ben meer een weekendmens. Timo is een vrije jongen die nog thuis woont. Jij bent een moederskindje. Zo erg is nou ook weer niet. Koude pizza in je broodtrommel? Ja, friet kapsalon, het gaat zo lekker. Moederskindje klinkt onaardig. Wouter heeft gewoon een lieve moeder die zich onmisbaar heeft gemaakt. Geweldig, Agnes, dat je zo snel langs kon komen. En dat je dit moederskindje gratis wilt genezen. Mijn kinderen zijn net het huis uit en dat ging met pijn. Dus dit soort gevallen help ik graag. Ik vind het best een beetje spannend, mevrouw de mental coach. Praten helpt. Neem Ben. Die kwam bang, verward en met driftbuien bij me. Kijk eens wat jaren behandeling kan doen. Inderdaad, zie je niks meer van. Wat nou? Ik heb mijn driftbuien toch onder controle, of niet? Nou! Agnes, maak ik straks ook meer kans op een chickie? Wouter, nooit chickies zeggen tegen de vrouwtjes. Timo zegt ook chickies. Ja, bij Timo klinkt dat natuurlijk. Bij jou doet het pijn. Lijkt toch weer op voortrekken, Bas. Als je moeder een stap terugzet, komt er plek voor een meisje. Nou, laten we dan maar snel gaan beginnen. Zeg het maar, ik doe alles. Bas, het voelt niet eerlijk dat je mij steeds voortrekt. Laat me. Jouw voortrekken is een van de highlights van mijn job. Ik wil dat je tegen mij net zo doet als tegen Wouter. Meen je dat nou? Op schoolkamp had ik in mijn slaapzak geplast en toen kreeg ik zo'n heimwee dat ik vroeg of mijn moeder me kwam halen. Geef niks, je was 1 jaar of 11. 17. Je hebt veel moois gekregen van je moeder, maar dat mag je nou teruggeven. Hoe dan? Zeg bijvoorbeeld, dank je mama dat je me altijd ophaalde, maar nu geef ik het terug. En dan adem je het weg. Pff. Dank je mama dat je altijd mijn kleren voor me kocht, maar nu geef ik het terug. Ja. Pff, dat voelt toch meteen als een frisse wind. Ja, dat is waarschijnlijk Wouts mental mondspray. Dank je, mama, dat ik de afgelopen 30 jaar nog nooit zonder jou op vakantie ben geweest. Nooit? Man, knip die navelstreng toch door. Ja, dat gaan we doen. Mijn navelstreng is al doorgeknipt. Het zogenaamde navelstreng morgen eindelijk los. Denk je dat ik dat al kan? Moet je zien hoe ver we in een uurtje zijn gekomen. Zijn we al een uur bezig? Dan moet ik met mijn moeder skypen. Als ik niet 3 keer per dag mijn moeder skype, dan wordt ze boos. Woutje? Agnes gebruikt wel merkwaardige methodes, Ben. Wij zijn hartstikke trots op je, Wouter. Hoort dit er echt bij? Ja, zeg mij maar na. Dankjewel, mama. Dankjewel, mama. Je hebt altijd heel goed voor me gezorgd, maar nu ga ik het zonder jou proberen. Nu ga ik het zonder jou proberen. En? Eindelijk een grote jongen. Ik heb een cadeau om het succes van onze gesprekken te vieren. Oh, dankjewel, Agnes. Zonder jou was het nooit gelukt. En nou het andere moederskindje. Nee, Bas. Ja, jij wou niet meer voorgetrokken worden. Dus hup, een andere kop op die pop en ga met die banaan. Wauw, wat een mooi vest.
En een nieuwe broek. En helemaal jouw stijl. Hoe kunnen we je bedanken, Agnes? Zijn vrolijke gezicht is het mooiste cadeau. Zullen we een sushi eten vanavond? Samen? Ja, heel leuk, maar ik ga vanavond eten bij Agnes. Oh? Ga je eten bij Agnes thuis? Geen witlof, toch, Wouter? En dan dijf je alleen als ik er door je aardappels heen prak. Heb ik dat goed onthouden? Wacht even, heb je nou iemand anders die kleren voor je koopt en voor je gaat koken? Het voelt zo vertrouwd, alsof ik Agnes al jaren ken. Tot hij een eigen huis heeft, kan hij bij mij op zolder logeren. Deze zomer gaan we samen kamperen op Terschelling. Komt me bekend voor. Waar heb jij eigenlijk je coachdiploma gehaald, Agnes? Moet je hier een diploma voor hebben? Ik voel een natuurlijke drang om door haar verzorgd te worden. Mijn kinderen zijn net het huis uit. En hij maakt het moederinstinct weer in me wakker. En je mag nooit tegen de natuur ingaan, zei hij. Het is mijn moeder. Het is mijn moeder. Hoi, mam. Ik heb een grote mededeling. Oké, mams. Later. En? Mijn moeder zit met heimwee in het Zwartwald en ze vraagt of ik haar kom halen. Dat ga je toch niet doen? Natuurlijk wel. Ze mist me zo. Maar je zou bij me komen eten. Is niet meer nodig. Er wordt al voor me gekookt. Weet je dat samen Terschelling ook niet meer doorgaat? Oh, nee, sorry, Agnes. Ik vertelde het aan mijn moeder en die zei geen sprake van. Maar je hebt net je navelstreng staan doorknippen. Ik voel me ook herboren. Straks wordt mijn boterhammetje weer gesmeerd. Wordt mijn andijvie weer geprakt. Lekker soaps kijken met mijn moeder op de bank. Ik leef weer. Ik leef. Is er nog iemand die moet loskomen van zijn moeder? Ja, zeker hij. Nee, ik hoef niet. Laat me nou, het is mijn specialiteit. Ik heb het prima met mijn moeder. Jij vond haar toch zo'n goede coach, Ben? Vroeger was ze geniaal, door haar ben ik wie ik ben. Toen had ze natuurlijk ook al geen diploma. Moeten we Timo niet bevrijden? Nee, hij wil niet meer voorgetrokken worden. En Timo in paniek zien door een dame is een van de highlights van mijn job.